Het lijkt een beetje een trend hier aan tafel. Huisgenoten die met elkaar kunst en cultuur produceren. Namelijk ook deze twee, Biek en Len. Jullie echte namen zijn Bieke en Lennart. Maar jij zei net al, onze vrienden noemen ons Biek en Len. Ja, dat dus daarom heten wij Biek en Len. We hebben lang gedacht over een artiestennaam. Maar ja, deze zijn gewoon zijn wij. Dus we dachten, houden het puur. Ja, vandaar. We dachten van, ja, we kunnen wel zo'n moeilijke naam bedenken. Maar we willen het authentiek houden. Dus we houden het gewoon bij onszelf. Ja. En jullie luisteren naar ook goed. Ja. jullie maken electronic beat. Ja. Nederlandstalig. Is dat heel bewust dat het Nederlandstalig is? Ja, ik kan denk ik me beter uitdrukken in het Nederlands, want het is mijn moedertaal. En Lennart is geniaal elektronisch, dus je moet hem ook niet een gitaar geven dan, denk ik. Nee. Want dat is de verdeling. Jij bent van de muziek en jij bent van de tekst. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen in jullie huis samen? Waar wonen jullie eigenlijk? In Utrecht. In Utrecht. Ja. Oh, ja. Een thuiswedstrijd. Zeker. Ja. Gewoon op de fiets hier naartoe. Nee, met de auto. Oh, met de auto. Oh ja, tuurlijk, snap ik. Neem ons eens mee naar een plek in jullie huis waar jullie dan samen aan het werk zijn. Dat is eigenlijk mijn studentenkamer van 16 vierkante meter. Met bed, bank en dan zeg maar onze bedroom studio. En daar is dat een aparte ruimte? Nee. Het is allemaal studentenkamer. In die van hem, hè? Ja, die van mij. Ja, erg krap. En normaal hebben we heel veel spullen bij ons. Want nu hebben we expres maar weinig dingen meegenomen. Omdat we wisten dat het echt vlot moest. Ja. Dus het staat bij hem helemaal vol. Ja. In jouw kamer. In mijn maar kamer. Dat deert je niet, of wel? Nou, het begint wel, zeg maar, er komen ook steeds meer spullen bij. Dus op een gegeven moment ben je wel echt een beetje door de kamer aan het wurmen als je een microfoon wil pakken of een kabel of een koptelefoon. Dus het wordt wel tijd voor iets groters. Ja. Ja. En hoe vaak doen jullie dat samen op die kamer, op die volle kamer? Ligt een beetje aan hoe druk we het hebben. Want veel mensen zitten nu natuurlijk thuis. Maar wij werken allebei nog naast de muziek. Dus het ene moment lopen onze roosters heel erg samen. En dan zijn we ineens elke dag muziek aan het maken. En het andere moment zien we elkaar bijna een week niet. Nee. Dus dan ligt het een beetje jullie hebben aan. Inderdaad allebei een andere baan. En in deze coronatijd is vooral wat jij doet eigenlijk opvallend. Want je werkt in de verpleging. Ja, in de psychiatrie werk ik. In de psychiatrie. En heb jij daar te maken met coronapatiënten? Het is wel zo dat ze bij de instelling allerlei maatregelen hebben genomen. Dus er zijn aparte instellingen waar de eventueel coronaverdachten naartoe dan gaan. Maar de kliniek waar ik nu werk, die is een tijdje dicht geweest en die gaat nu weer open. En dat is helemaal ingericht, zodat het veilig toch therapie gegeven kan worden. Nou waren daar verhalen, zeker in het begin, toen het de spuigaten uitliep, dat mensen uit andere sectoren zich melden bij de ziekenhuizen. Van jongens, heb je me nodig? Mm. Ik ben hier. Ja. Heb jij daarover nagedacht? Ik heb het ook gedaan. Oh, je hebt het gedaan? Ja, want ik dacht, als het echt zo ver komt, dan kan ik het wel met mensen hebben over levenswaarde. Maar het is dan gewoon echt even dat mijn kennis echt gebruikt kan worden voor leven of dood. Dus ik heb dat wel gedaan. Maar ik ben niet opgeroepen, nee, dus het niet was nodig. Niet nodig. Nee. Dus dat was heel fijn. En jij doet dus heel anders? Ik doe iets heel anders, ja. Want jij werkt? Ik werk, ik weet niet of ik het merk mag noemen, maar... Jawel hoor. Ja, bol.com werk ik als soort van coach bij de klantenserviceafdeling. Een coach bij de klanten? Over hoe mensen de klanten te woord moeten staan. En ik geef ze feedback en ik geef ze... Deze opnames worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Dat werk. Ja, precies. Ja, daar komt het wel een beetje op neer, inderdaad. Okay. En het is natuurlijk ook super druk bij ons nu. Zoals het in de verpleegkunde ook heel druk is. Iedereen moet thuis zitten, dus iedereen heeft ook spullen nodig die ze thuis willen gebruiken. Ook heel veel dingen die ze nodig hebben om... gewoon plezier thuis te maken ook. Dus het is heel druk. Ja. Want jullie hebben dus allebei een andere baan. Is dat ook meteen voor jullie een blessing in disguise? Omdat je anders in de problemen zou zijn gekomen? Ja, zeker. Want het hele festivalseizoen is afgelast. Dus het is, nu is het heel fijn, zeker. Hoeveel stond er gepland? Ja. Een stuk of... Vijf, denk ik. Vier, vijf festivalletjes. Ja, wat voor soort festivals waren jullie gepland? Één hele gave. Dat was op een surfkamp in Frankrijk. Waar we dan ook lekker mochten surfen en zo. Dus dat was wel echt een gratis vakantie erbij eigenlijk. Dus dat was wel een gave. En Hongerige Wolf Festival, daar zouden we ook optreden.
Die is niet doorgegaan. Ja, en allemaal nog wat kleinere optredens. Het is vooral ook een beetje de meer wat onbekendere festivalletjes waar wij eigenlijk een podium krijgen. De mensen die het nog niet zo helemaal al hun brood ermee verdienen. Nee. Maar zouden jullie, is dat de toekomst? Als je een grotere kamer hebt waar meer ruimte is, een extra kamer voor je apparatuur. Zou dat de grote droom zijn? Dat jullie Beak & Len doorbreken? Ja, zeker wel. Ja. Het hoeft niet super groot allemaal, maar het zou wel heel vet zijn als we gewoon een uitverkocht Tivoli of op Lowlands mogen spelen. Ja, dat is wel echt... Het hoeft niet in de privé. Dat is niet zo beroemd. Nee. Maar goed, de kans dat dit dan nu, in ieder geval in deze periode, handvatten krijgt, lijkt me niet... Hey, ik bedoel, het staat stil. Of hebben jullie al wel weer voor 30 of 100 mensen vanaf juli iets staan? Nou, wat wel opvallend is, is dat ook al is het nu, zijn die festivals afgelast, we hebben ineens meegedaan aan een podcast met allemaal poëzie en muziek. En daar hebben wij dus ook een nummer voor gemaakt. En het heet de Plotskast. De Plotskast? Want heel plotseling was het er. Leuk, ja. En één nummer wat we nu gaan spelen, dat zit ook in de derde aflevering daarvan. Dus dat was er ineens. En we zijn nog geïnterviewd voor een andere podcast. En dit is er nu ineens. Ja, opeens zijn jullie enorm hot eigenlijk. Nou ja, dat gebeurt nog steeds, zo zie je maar. Zeg maar, de cultuur vindt altijd zijn weg, omdat het gewoon... Ja, het is zo nodig gewoon. Ja, dat zijn mooie woorden. De cultuur vindt altijd zijn weg. Geloof jij daar ook in? Ja, zeker. Ik bedoel, cultuur is eigenlijk ook een soort van vorm van communicatie en een manier om bij elkaar te komen. Dus zelfs als iemand thuis zit, of als iedereen thuis zit, vinden we toch gewoon manieren. Kijk, we luisteren meer muziek, we kijken meer naar films. We vinden allemaal manieren om toch cultuur, zeg maar, tot ons te nemen. Dus ja, cultuur, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Wij willen heel graag jullie product tot ons nemen. Iedereen ook die kijkt naar cultuur in actie via de online mogelijkheden. Ja, ik ben benieuwd. Waar gaan we naar luisteren? We gaan Aangepast spelen. En dat nummer hebben we kort geleden uitgebracht. En we stonden heel erg te trappelen om dat live te gaan spelen. Dus nu hebben we toch op een manier... Is dit de première eigenlijk? Première live. De première live? Nee, we hebben hem één keer uitgetest. Ja, één keer uitgetest. Maar toen was hij nog niet af. Nee, dus wel eigenlijk wel, hè? Dat vinden wij leuk, wel, de première. 2 juli, zijn er nog mensen die betrokken zijn bij jullie, die erbij moeten? We tekenen vandaag voor ongeveer, ja, we tekenen voor 20 man. Ja. En eigenlijk wilde eerst voor alle kleine bandjes, voor het hele, die underground scene, maar dat is, ja, hoe tel je dat? Mm-hmm. Ja. Dus we hebben nu tekenen voor 20 man, onze vrienden met wie we naar die kleine festivals gaan, die nu ook niet kunnen, helaas. Nee. Maar hier gaan wij genieten van de première, want dat noemen we het gewoon. De première. Dank jullie wel. Ga je gang. Dankjewel. En straks nog even tekenen. Ja. Ja. Beak en Len. Zo aangepast.
zijn. Ik heb best wel spijt, maar het is nu mijn tijd. Uit het hoofd naar het hart, ik was best wel bang voor wat daar nog zat. Heb me zo aangepast. Nooit geleerd wat ik nodig had. Vond de woorden niet voor mezelf zo lang. Vanuit de fabriek in Utrecht, de première van het nummer Aangepast van Biek en Len. Heel graag jullie handtekeningen. Neem maar de linkerhoek, want die is nog een beetje zielig. Over een paar jaar Lowlands, of course. Tuurlijk. Succes met de doorbraak. Dankjewel. En op zoek naar een grotere ruimte. Len? Ja. Het wordt tijd. Cultuur in actie.